In mijn zomernacht ga ik het verhaal vertellen waar de ongelijkheid in de wereld vandaan komt. Mijn grote onderwerp van studie, ik ben wetenschapper, econoom, historicus, gaat over het ontstaan van ongelijkheid in politieke en in economische zin in de wereldeconomie. Daarvoor, om dat te begrijpen, ga ik 3000 jaar geschiedenis doorlopen. Vanaf 1000 voor Christus, het ontstaan van moderne staten, via de eerste Chinese keizer, via Mohammed, via de pauze, via allerlei stappen kom ik geleidelijk aan bij het nu en probeer ik uit te leggen waar ongelijkheid vandaan komt. Dat is het verhaal.